Hallo en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Magical Rides. Ja, dit is even een extra videootje, want vandaag is een enorm spannende en speciale dag. Vandaag komen namelijk de bibs vrij, de bibs only van de Disney Princess Run. Ja, in mei is het weer een Disney Run en we hebben het al een paar keer gezegd, we gaan hier aan proberen mee te doen. Maar het belangrijkste van heel het verhaal is dat we vandaag die tickets vastkrijgen daarvoor. En ik veronderstel dat dat heel moeilijk gaat zijn. Omdat de Disney Princess Run is totaal nieuw in Disneyland Parijs. En ja, één run gaat rond The Little Mermaid. Heel populair. De andere run gaat rond Beauty and the Beast. Ook heel populair. En trouwens, voor die laatste, daar willen we echt voor gaan. We willen ook heel graag de Cinderella Challenge doen. Heel spannend. En binnen 3 minuten zou de website van de Disney Princess Run open gaan voor de bubs only. En ja, vorig jaar heb ik dus ook die tickets besteld voor de gewone run. En dat was zeer stresserend. En waarschijnlijk gaat het nu ook hetzelfde geval zijn. Dus ik zou zeggen, wish me luck. Hier is de website dan. Ik zit helemaal klaar. Boeh. Maar ja, jullie zien het. Pendule of Coxboard of TikTok. Het maakt niet uit hoe jullie hem noemen. Die zit hier al op ons te wachten. Dus misschien geeft dat ons wel geluk aangezien dat hij uit Beauty and the Beast is. Nog 1 minuut te gaan. Ik zit hier al volop te refreshen. Kan ik dat knopje nou drukken? Ja, en het is tijd. En de website werkt nog niet. Leuk. Via de e-mail die we gekregen hebben. In Disneyland Paris weten ze blijkbaar nog niet dat 4 uur is. Ik heb nog een tweede website waar het mogelijk zou via kunnen gaan. Nog een website, misschien dat die werkt. Het is allemaal spannend. Ja, natuurlijk, nu zitten er op dit moment heel veel mensen op die website te klikken, omdat iedereen die tickets wil. Dus ondertussen al 2:02. En de andere website, Bookings Bibs Only, Pitch Not Found. Dus die website doet het ook niet. Het is een heel saaie vlog nu. Ja, bingo. Oké, we zijn iets verder. We staan nu in de rating room. Spannend! Ja, er staat op dat je je plaats kwijtraakt als je refresht. Ja, dat gaan we natuurlijk niet doen, hè. We blijven hier gewoon gezellig in de digitale wachtrij staan, hè. Op zich vind ik nu het idee van de website al veel beter als vorig jaar. Op dit punt. Omdat vorig jaar was het gewoon klik, klik, klik en geluk hebben. En nu moeten we even in de digitale wachtrij wachten en dan kunnen we op gemak wachten natuurlijk. Nu hoop ik alleen dat ze zo dadelijk de tijd geven om alles rustig aan te klikken.
Maar je kunt nou vier personen bestellen, hè? Ja, ja, normaal gezien wel. Normaal, hè? No. Nee, normaal gezien kan ik meerdere. Daar gaan we op hopen, tenminste, dat ik meerdere kan bestellen. Want we gaan natuurlijk. Wel als punt. Papa en mama zouden graag samen de vijf doen. Ik zou hem graag samen met Maaike doen. En dan zouden papa, Maaike en ik nog eens graag de acht oog doen. En dat is dan samen de Cinderella Challenge. Vorig jaar hebben we geen challenge gedaan, dus ik heb daar geen ervaring mee. Hoe ik... Het zal allemaal hetzelfde zijn. Het is de 8, hè. Ja, voilà. Het is niet de 21, hè. Nee, maar ja. Om te reserveren, hè. Ja, ja, ja. Ah, het is nog 50 seconden. Ik nog een minuut. Spannend. Ik nog... Dan moeten we prinses spelen, ja. Want het is prinses, hè, zo. I see a princess on the way, heart of gold. Ja, nog 20 seconden. Al 24 seconden, fingers crossed. The beautiful come shining through, and I see a princess in you. 9 seconden, 8, 7, het is precies nieuwjaar. 5. Oh, ik heb hier in één keer Coxbert. Your request will be assessed in a moment. Do not wait, enter the website now. Yes. 10. Okay. Alright. Beter. Het is niet het juiste. Daar gaan we even registreren. Nu moeten we alles gaan invullen. En dit zou niet mogen zijn, dat je al deze dingen nog moet invullen alvorens dat je bestelt. Want dat kost allemaal veel tijd. Het is ook dan nog eens allemaal in het Frans. Information, de contact, nummer op de contact, ja, dat is al het vierde. Het gsm-nummer, ik hoop dat we nu verder zijn. Mijn Frans is echt slecht. En het is hier allemaal Frans. Dus dat is voor mij een beetje moeilijk. Confirm de page de paiement. Dat ging in één keer heel snel. Ah, maak ik misschien de Visa-kaart? Of de Mastercard of zo? Ik had mijn eigen bankkaart hier al klaar liggen, maar die werkt niet. In totaal 369. Maar het is Beauty and the Beast en waarschijnlijk misschien Beauty and the Beast daar en daar doen we alles voor. Felicitation pour. Kijk, het staat erop. Felicitation pour votre inscriptie, bla bla bla. Dus. Ik. Ik weet niet of het nu gelukt is. Ik geloof van wel. We krijgen een e-mail. Ah, oké. Goed. Dan gaan we even de e-mail openen. Ja. Zoveel later. Hè, kom ik tot het besef dat ik naar de Run Disney ga. Met Maaike en papa en mama. Kei leuk dus. Ik kijk er echt naar uit. Ja, die Run Disney zelf, dat is echt best ever. Dat is kei leuk. Dat was vorig jaar echt tof, tof, tof. En dit jaar is het Disney Princess Run, dus dat is nog toffer. Beauty and the Beast, yeah. Maar dat bestellen, dat is echt niet gemaakt voor mij.
Pas op het laatste had ik door dat je... Dat ik alles betaald had dat je dat ook in het Engels kon zetten. Dus ik heb de hele tijd mezelf afgewerkt in het Frans. Klik, 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 zonder iets te verstaan. Zo stom als iets, maar ik ben wel goed in stomme dingen. Dan kreeg ik nog mails waar dat ik niks van verstond en zo. Maar... Alles is oké gekomen. Dus ja, we zijn er klaar voor. Nu maar hard trainen. Veel gaan zwemmen voor spieren te kweken. Want mijn Gaston-kostuum gaat niet helpen voor spieren extra. En ja, dan gaan jullie ons sowieso zien tijdens de vlogs van de Run Disney. Vonden jullie dit een leuke extra video? Steek dan zeker jullie duimpje omhoog. Vergeet ze ook zeker niet te abonneren als jullie dat nog niet gedaan hebben. We zitten ondertussen over de 400 abonnees. Keileuk! Ben ik heel blij mee. Alvast bedankt. Allee, ik wil jullie daar nog eens voor bedanken. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Dag!